ik denk dat dat voor ons het grootste evenement is wat we kunnen winnen. En je werkt 4 jaar lang voor een medaille en het liefst een gouden medaille. Het is moeilijk te omschrijven met weinig woorden, maar... Dat is voor iedereen een droom. Tot nu toe heb ik in alle 3 heb ik een medaille gehaald. Als ik erheen ga, dan wil ik een medaille halen. En dat is mijn doel. Het liefst natuurlijk goud. Zilver is ook mooi. En een brons heb ik nog steeds niet. Dus ook die kan in de collectie toegevoegd worden. 4 jaar geleden kwam ik 1 ronde tekort in de kwalificatie. Ja, dat was een beetje jammer. Maar ja, ik was toen nog erg jong om ook mee te doen. Ik ben er wel geweest als supporter toen. Dus ik heb wel een beetje de sfeer geproefd, maar nu mag je hopelijk zelf meedoen. Ja, dat is een droom die uitkomt natuurlijk. Dat 1 keer in de 4 jaar en dan op deze leeftijd, dan mag er wel blij mee zijn. Sowieso een medaille, dat is voor mij echt het merendeel. Goud, dat is natuurlijk het ultieme. Ik heb in Beijing 2 keer 4e, dus eigenlijk 2 keer net niet. En ja, dat moet dit jaar gewoon anders. Er moet gewoon een medaille komen. Ik heb voor mezelf gewoon een doel gesteld dat ik wil daar gewoon een medaille halen. En het liefst beter dan de bronzen medaille in Beijing. Ja, ik ben de jongste van allemaal hier, dus ja, ik kan nog heel lang mee natuurlijk. En ik heb er heel veel zin in. Maar ik denk ook dat we de Fransen niet moeten onderschatten. Stefan Houdet en Nicolas Vijver kan ook af en toe heel goed uit de hoek komen. Als hij zijn goede dag hebt, en dat heeft Stefan Olsen ook, als hij zijn dag hebt. En hij zit er goed in. En dan slaat hij eigenlijk gewoon weg. En zijn service, hij heeft een wijs goede service. Neemt hij heel veel risico mee. Maar als het allemaal lukt, ja, dan krijg je ze om je oren. Stefan Houdet moet je altijd niet uitschakelen. En Shingo Kunieda, de ex-nummer 1 van de wereld. Die net geopereerd is aan zijn arm. Ja, als die in topvorm is, is die onverslaanbaar. Als die in topvorm is. Dus ik ben benieuwd of die voor die tijd terug kan komen. Hij heeft toch wel vrij zware blessure. Anders Michael is natuurlijk wordt mentaal steeds sterker. Hij wordt net wat ouder. Het is geen jonge hond meer. Hij begint wat meer ervaring te krijgen. Dus dat is zeker een van de favorieten. Is the one who made the best results for now. Yeah. So he won 2 slams. He won the bronze medal in Beijing. He is very used to win now. So is de favoriet. Ik ben nummer 1, maar ja, weet je, als je hier alleen al kijkt, hebben we gewoon heel veel concurrentie allemaal. We kunnen gewoon allemaal tennissen. Ik bedoel, het is maar net de vorm van de dag hoe dat je presteert. It proved that he was able to. Because he won the Australian Open. I won against him the final of the Masters. But he was in a way to be number 1. Now he's number 1 and he's working a lot, he's very professional, so. I'm sure he can handle it, but we will all try to help him not to get the gold. Sheffers is good, but I think Vink has a bigger game in himself, and he can hit the ball harder. He can play a totally different game. Ja, dat hoor ik wel van over mijn coaches en zo. Mijn slagen zijn beter, maar ik moet er zelf nog in geloven. En dat is wel een beetje bij mij het mentale gebeuren. Van ik moet geloven, ik moet erin geloven dat mijn slagen gewoon beter zijn dan de anderen. Voorspelde finale is, ja, daar vraag je me op. Nou, dan zet ik mezelf in die finale tegen Ronald. En wie wint er dan? Ja, dan win ik zelf hopelijk.